Nou, kijk, het is natuurlijk ontzettend leuk dat je dus uitverkoren wordt. En wat ik ook ontzettend leuk vind, is dat we hier mensen hebben van, zeg maar, ook vanaf een jonge leeftijd. Breda Nu. Tegenover het station kan je sinds dinsdag 11 juni de eerste 38 smaakmakers van Breda bewonderen. Burgemeester Paul de Pla opende de tentoonstelling en vertelde ons wat deze tentoonstelling precies inhoudt. Dit is de tentoonstelling van de Breda's smaakmakers. Het zijn mensen die daadwerkelijk kleur geven aan de stad. Die ervoor zorgen dat we een mooie stad zijn met elkaar. Want mensen maken de stad en deze 38 smaakmakers laten zien hoe zij de stad maken. We waarderen ze daarmee, maar hopelijk leidt het ook tot inspiratie van anderen. Want eigenlijk zou iedereen een eigen smaakmaker voor de stad Breda kunnen zijn. Nou, u bent verkozen als smaakmaker van Breda, een van de vele anderen. Maar u staat wel helemaal vooraan aan de kant van het station. Hoe voelt dat? Komt dat omdat u de oudste bent? Ik denk dat ik de oudste ben van het hele spul. Ik ben 85 jaar dus. En hoe voelt dat dan om dan verkozen te worden als smaakmaker? Ja, geweldig. En voor het werk wat je doet is het natuurlijk ook heel leuk. Een waardering daarvoor. Ja, en omdat ik een smaakmaker ben in die zin van dat ik op straat sta met mijn bedrijfje Dr. Worst. En dat mensen dat toch zien als inmiddels een onderdeel van Breda of zo, denk ik. Echt een meubelstuk. Ja, misschien al wel, ja. Maar hoe voelt dat nou om verkozen te worden tot smaakmaker? Nou, kijk, het is natuurlijk ontzettend leuk dat je dus uitverkoren wordt. En wat ik ook ontzettend leuk vind, is dat we hier mensen hebben van, zeg maar, ook vanaf een jonge leeftijd. He, dus dat men niet alleen gekozen heeft voor mensen die al jarenlang, zeg maar, in Breda een bekendheid hebben. Maar ook een jonge man uit de motorsportwereld. En andere mensen die ik vandaag nog niet verder gesproken heb, maar waarvan we door middel van de tentoonstelling ook hopen iets van te kunnen leren. Breda Nu.